Hallo, hallo. Daar zijn we weer. We zijn natuurlijk allemaal studenten, dus af en toe bestel je thuis. En vandaag gaan we dus ook lekker bestellen. We gaan bespreken wat we ervan vinden. Wat vinden we dus van de levering? Hoe wordt het gepresenteerd? Hoe lang duurt het? Is het überhaupt lekker? En is het een beetje betaalbaar? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om die de Nero's. Ik ga niet alleen bestellen, want daar heb ik even geen zin in. Ik heb een maatje. Kom maar hier. Hey. Oh, zo spannend. Stel jezelf even voor, jongen. Nou, ik ben Sjoerd en ik ben groot fan van Koken met Ro. En dus het is een grote eer dat ik hier bij mag zijn. We gaan lekker bestellen. Wat vind jij van Rotti ofzo? Ik heb altijd zin in Rotti. We zijn nu aan het kijken bij, wat is het? Tandoori Express? Tandoori Special Menu. Waar heb jij zin in? Ik ben wel te porren. Voor een bakkoejoutje. Een bakkoejoutje idee keeps the doctor away. Corny as fuck. Ja. Neem me die Rotti Thaise granade er ook bij. Het komt wel op. 40 minuten wachten. Zullen we een stopwatch zetten? Daar staat hij. 40 minuten. Let's Doe go. Het goed? Zullen we ondertussen een potje regenworm dan? Ja, let's go. Santé op Rotti. Dit is een Merlot die je voor 3 euro haalt. En hij is super lekker. Hij heeft zelfs een prijs gewonnen, zie ik hier. Beste wijn van Amsterdam Bos en Lommer. Wachten duurt lang, hè? Je wacht 40 minuten op je eten in dit geval. Nou ja, bijna 45 minuten. Salty. Zie je al wat? Ik zie nog niks. Yes. Hallo? Yes, ik kom eraan. Dat is een uur. Geen fooi. We gaan unboxen. Zo, dat is goed warm inderdaad. Het is prachtig warm gebleven. Wow. Ah, het ziet er wel top uit hoor, moet ik zeggen. Prachtig loempje. Zo, dat is een loempje. Laten we lekker aanvallen. Het is wel goed veel. Ja, het is 31 euro, maar ja, we zijn natuurlijk wel met z'n tweeën. Wat vind jij een beetje de maximum voor als je bestelt op thuiszorg? Wat voor... Voor mijn eentje denk ik 15 euro of zo. Ja. Maar dat is nog een royale schatting hoor. Oh, het is gewoon fucking lekker. Ja, ik ben al een beetje echt blown away. Loempiaatje? Ja. Wow. Zo. Maar is lekker. Zo. Alsof je een condoom uitknijpt. Alles wat overblijft is de bakken banaan, de gebakken banaan in saté saus. Dit is gewoon een banaan die aan het eind van de zomervakantie in de tas haalt. Dat is echt een vis, jongen. Je moet hem eigenlijk zo... Heel lekker. Ja? Zo. Ik denk al met al, prijs, kwaliteit. Oh ja. Geweldig. Ik dacht, wow, duur. Maar kwaliteit, die race hem eruit. Ja. De tijd was een klein smetje. Originaliteit. Ja. Kijk, het zijn wel gewoon plastic bakjes. Ja. Ik had het wel in mooie zilveren schalen willen zien. De lumpia, ja, fucking lekker. Ja. Het is een lumpia zoals ik hem nog nooit heb gegeten met boontjes erin. En de bakbanaan in de saté-saus was een verrassing. Al met al Tandoori Express geslaagd. Als je honger hebt, zeker, en je wil veel eten. Ja, ik zou het een 8 geven. Ik een 7,6. Oké. Afgerond een 8. Maar wat moeten we nu volgende keer gaan doen? Ja, dat is leuk dat je het Want vraagt. Eigenlijk weet ik het niet steeds zelf bedenken. Nee, we kunnen kijken wat jullie willen dat wij gaan testen, gaan reviewen. Let us know in de comments. En anders bedenken we gewoon zelf weer wat. Tot de volgende. Later.